Ja, meneer Elmnoui, heb jij nog gedroomd over die bal op de paal? Nee, gedroomd niet, maar nee, het was jammer. Het zou mooi geweest zijn. Het was in de laatste minuut volgens mij. En, ja, het zou mooi zijn als hij erin was geweest. Maar ja, het is niet anders. We gaan weer verder. Dacht je ook toen je hem niet maakte, ja, dan moet ik ook heel die verlenging gaan spelen? Of zit dat helemaal niet in je hoofd dan? Nee, op dat moment niet. Het is gewoon jammer, want het stond 2-2. Het was aan het einde van de wedstrijd en ik zag hem al eigenlijk erin gaan. Maar ja, het mocht helaas niet baten, maar goed. En nu, je zei net al, ja, ik kan heel snel het interviewtje doen, want ik moet een ijsbad in. Dat was dinsdag ook het geval. Hoe gaat dat? Is dat lastig om dan meteen bam dat ijsbad in te gaan? Dat is niet heel relaxed, denk ik. Nee, dat doe ik al jaren, dus dat is niet... Doe je altijd al? Ja, dat doe ik altijd al, dus dat is niet iets van nu, dus dat is gewoon voor een beter herstel. Hoe gaat het sowieso? Want je hebt dus extra minuten moeten maken. Merk je dat als je dan de volgende dag opstaat en vandaag? Nee, ik moet eerlijk zeggen dat het vrij goed gaat en dat ik me goed voel, ook na een wedstrijd. Mijn spiertjes voelen goed aan, dus ik voel me lekker, ik voel me goed. Snel 90 minuten kan wel. Ja, daar wil ik zeker wel naartoe. Ja. Ik wil natuurlijk voor mezelf opbouwen, ja, zodat ik wanneer de trainer me nodig heeft, dat ik er klaar voor ben. Hoe groot was de teleurstelling uiteindelijk toch na de wedstrijd van NEC? Ja, nee, natuurlijk. Die is heel groot. Alleen omdat je wil nooit verliezen. En het is helemaal zuur op de manier waarop. En dat was onnodig eigenlijk. Dat was wel even zuur. Maar ja, nu hebben we zaterdag weer de volgende wedstrijd. Dus wat dat betreft moeten we weer verder. Over die wedstrijd gesproken, VVV doet het goed. De laatste 5 wedstrijden hebben ze er 3 gewonnen, 2 gelijk gespeeld. Wat vind je van die ploeg? Een goede ploeg wat jou betreft? Ja, ik moet eerlijk zeggen dat ik ze niet zo vaak heb gezien. We hebben net wel de beelden bekeken. Het is een fysiek sterke ploeg en die het de laatste wedstrijden goed heeft gedaan. Wij moeten er tegenaan. Dus, en dat moeten zij ook. Ik denk dat wij de laatste tijden ook gewoon heel goed hebben gevoetbald. Dat we een goede groep hebben, een goede ploeg. Wat dat betreft is het zaterdag weer een mooie wedstrijd voor ons om resultaten te halen. Hoe zie je jouw rol op dit moment ook? Is dat vooral als jullie een doelpunt nodig hebben? Of is dat ook gewoon om tempo uit de wedstrijd te halen, bijvoorbeeld de bal vast te houden? Wanneer zie jij jezelf invallen en wat heeft de trainer nu voor plan met jou? Ja, daar hebben we het eerlijk gezegd niet over gehad. Ik train gewoon 100% hoe ik altijd doe. En wanneer de trainer mij nodig heeft, dan sta je klaar. Dus. En hebben jullie hem nodig, die 3 punten, om eventjes alles weg te spoelen van dat 3 keer achter elkaar die 2 doelpunten weggeeft? Nee, tuurlijk. Ik denk dat we onszelf moeten belonen daarin. En hebben we niet gedaan, maar het is altijd lekker als je wint. Dus daar voetbal je tenslotte voor. Dus daar gaan we zeker voor zaterdag. Ja.